Bij een korte, maar felle brand in een woning aan de Nieuwe Ebbingerstraat zijn afgelopen nacht 3 mensen gewond geraakt. Een van hen is overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur brak rond 11:45 uit. Omdat op dat moment onbekend was of er nog mensen in het pand aanwezig waren, werden er direct veel hulpverleners ter plaatse gestuurd. Het was de bovenste verdieping van de bovenwoning en dan zeg maar de tweede etage. Begane grond was een aparte woning. En dan heb je de bovenwoning bestond uit de eerste verdieping en de zolderverdieping. En op de zolderverdieping aan de achterzijde, aan de rode wegzijde, daar woedde de brand. Een brand in een studentenkamer. Een pand wat aan studenten was verhuurd. Het slachtoffer dat naar het ziekenhuis is gebracht is de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. In een bluspoging heeft de bewoner met name is hij vrij lang binnen geweest en heeft hij nogal wat rook ingeademd. En dat is ook de reden waarom hij naar het ziekenhuis is vervoerd. En jullie hebben als brandweerlieden deze bewoner naar buiten gehad? Nee, hij kon zelf lopen en toen wij aankwamen toen stond hij buiten. En dan konden we hem nog goed uithoren wat precies de situatie was en waar we naartoe moesten. En toen we dat heel duidelijk in beeld hadden, zijn we alle minuut naar binnen gegaan en hebben we de zaak afgeblust. 2 andere bewoners zijn ter plaatse door ambulancemedewerkers gecontroleerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hele kamer is wel volledig uitgebrand. De oorzaak moet gezocht worden ergens in de nabijheid van het bureau. Want daar hebben we gezien dat daar een V-vorm op de muur staat wat meestal duidt op het ontstaan van de brand. Wat dat precies de oorzaak van is geweest, daar gaat ons team brandonderzoek naar doen. Dat kunnen we op dit moment nog niet precies zeggen. Kortom samengevat, jullie waren er echt mooi op tijd bij. Anders had het misschien wel heel anders af kunnen lopen. Ja, dat klopt. Dit is een oud pand. Gelukkig waren de voorzieningen redelijk goed voor elkaar. Dat heeft ons geholpen om deze brand snel onder controle te kunnen krijgen. De andere kamers in het pand hebben nauwelijks schade opgelopen. Stichting Salvage assisteert bij het afhandelen van de schade in de uitgebrande kamer.